My geliefde trok, Betty Bees, het nou die geest gegeven. Nou vat ek maar een taxi naar Nerina Ferreira toe. Nerina is natuurlijk een van die kleurvolste mensen wat hierdie kontrein nog ooit opgeleverd. Een levende legende. En voor mij zal die Kaap nooit weer dieselfde wees sonder Nerina nie. Nerina is 12 talen machtig. Waar zijn jullie talen geleerd? Het is eigenlijk niet zeker, zij gaan van ons van vertellen, nie, maar ons maar zien. Zij is ook een baie bekende actrice en heeft al een Meriteprijs gekregen voor haar bijdrage tot het theaterleven in die Kaap. Zij is een bekende vertaler in Zuid-Afrika, een van die bestes wat die land nog ooit opgeleverd heeft. En ze is ook een voetheelkundige. Nou wonder ik net, het sy ding oor voete? Hallo, môre. Ik zoek voor Nerina Ferreira. Hoe mijn meren, zij is daar binnen. Is dat dus jij? Ik is Denise. Hallo Denise, aangename kennis. Aangename kennis, maar mevrouw, ik ken ons daarom voor mevrouw. Hi, maar het is lieflijk om voor mevrouw te kennen. Dank je. Hallo, wie is dat? Is nou Trewe. Hallo Trewe. Hallo Trewe. Hallo Trewe. Ja, ons allemaal werk voor Nerina. Oh, wat doen jullie? Mevrouw, hij werkt in die tuin. O, ons ja. Plan alle soorten kruien. O, lekker. Hij maakt ons stel goed in die vullisblik op. En als het mensen gooien zo weg, dan is het zo goed. En dan brengen ze het in. Dan verf ons het. En ons maak het mooi. En ons maak het blank. Dan lijkt het soos iets wat ons in die winkel gekoop het. Is het dan voor die huis? Nee, mevrouw. Dat is nog voor die wat nou misschien nou iets heet. En oh. Ons soos een klaus of een eindingboord. Ons maak het jou. Oh, dan het is ons vreselijk geniet daarvan. Hallo, Nerina. Ik is blind, maar ik denk dat kan niet jij wees. Het is niet erg, jij lijkt prachtig. Dank je, mijn schat. Goed, dank je. Ik heb een hele committee hier ontvangen bij jou voordeur. Ja, jullie moet baie, baie waardeer wat jullie bedank hier voor jullie zien, mijn kinders. Hoe is dit een geschiederij? Ja. Ik kan maar mooier gelijken. Wie, jy lijkt prachtig? Ja, maar ik kan zo een vrolijke voor. Ja, Nerina, maar dat is een interessante plek. Is het? Jij heet alles in nog wat hier. Dit is een Cape hier, Kitsch Palace hier. Dat is wonderlijk, hier is ja. Alles in. Hier is alles. Dus alles heeft zeker een geschiedenis. Ja, ik kan hier een weggooi nie zien. Want je hebt elke een story om te vertellen. Mm, natuurlijk. Ja. Waar is al jouw katten? Je hebt me zo onder. Die katten houdt op weg, want dat is wilde katten. Hoe is en dat is niet mensvriendelijk. Nie. Hoeveel heet je? Skie. Acht. Acht katten? Ja. Amazing. Ja. Wonderlijk. Zie mij die foto's? Is dit allemaal? Dit is mama. Is het? Mijn mama. En het is nou mevrouw Emmy de Toy, nee? Ja, Emmy. Ja. En mijn pa. Ja. En Anton en Anton. Maar. En nou nog een beetje brullen uit grauw ergens. Excuus. Zo. En die ene. Dat is nou die moderne dunne kies hier, zien. Maar het maakt mijn kind een beetje lang lijken. Hierdie ene is oudtijds, dus van 1950. Oh, o ja, definitief. Maar kijk, hier groot is ons nou uit die moeder. Nee, dat is nou weer in. Is het nou weer in? Oh, ja. Oeh, kinders, hier kom ik. Daar sy. How about that? Fabulous. Dat is ook die manier waar die dieren mekaar skrik maak, nee? Hulle maak groot oog. Bye. Hello. You're going backwards, darling. Don't fall into the harbour. Grab, grab, grab. En dan kijk je om en dan kom je en dan grab je terug. En grab met Sandra, zij grab zo lekker. Dat is een lekker programma. Ja, lach.
klaar gelag, dan lach je lekker. Plessie dame. Lekker. Baie dank. Hier is ons boot. Een lekker persboot. Hallo. Hallo. Can we go Kom board? Eens I think daar so we trap. Ja. 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 Ons gaat nog mooi keer drap, stap. Hou hulle allemaal gelukkig. En baie dank. Baie dank mensen. Baie dank. Narina, ja. Ons begin bij jouw geschiedenis. Jouw familiegeschiedenis. Jouw opa was president M.T. Steyn. Jouw pa was een beroemde oogarts. Jouw ma was een vreselijke flamboyante gastvrouw in die Kaap. Nou, wie trek jy? Die flamboyant, die, ja, dit het ek definitief geërf. Die flamboyant. Ek dink sy het vaar ingehou, jy weet, hoe sal ek sê. Sy het haar self beheer. Maar ek dink as sy nou regtig op haar eie was in een ander land en in een ander tijd, dan zou sy flamboyant gewees het. Ja. Ek het my opa nooit geken nie, hy is dood voor ek gebore is. Dit is nou een groot jammerte, want sy seun en die seunse kinders, oom Colin en Jan en Tony, hulle was so sulke warm geeste gehad en sulke vindige, vindingryke dinge gedoen en ja. Hulle was briljante mense van die kopse kant af en ook van die hartse kant af is hulle baie gaaf. En papa was baie selfbeheers, het baie selfbeheersing gehad. Die het ek eintlik ook 'n bietjie geërf, weet jy, mens sal dit nie sê oor my lewenswyse nie, maar dit sit in my. Jy weet, as ek een ding moet, dan doe jy dit. Ja, dan word dit gedaan, ek is nie bang vir swaar kry of so. Daar het onlangs een boek oor jou oma, jou beroemde oma Tibi uitgekom. Maar jy het self ook memoirs geskryf van oma Tibi. Wat het daarvan geword? Dit was eintlik notas wat ek geneem het. Kyk, toe ek my M-graad gedoen het, was my skripsie gewees die moderne biografie. Ja. Anders as die Victoriaanse biografie waar hulle allemaal goed gepraat het. Nee? En toe het my ma gedink, dit sal nou een goeie ding wees, as ek gaan na oma op die plaas en dan kan ek nou elke dag vir haar een bietjie daar in die sonkamer sit en ondervra en dan so. Ek het toevallig ook die tyd al snel in tikskrif gedoen. En toe dit nou mooi ingepas is, toe het ek alles in snelskrif afgeskryf en dan in die middag het ek op die wastafel op 'n ou tikmachine, ek weet, hy het nog 'n bruinlint gehad, het ek alles uitgetik. En toe kom het nou so dat ek met Pretoria toe gaan na my oudste suster toe, wat haar tweede baba verwag het. En toe is die ding nou een ander pad gegaan as wat hy moes gegaan het. Uit die kluis het hy toe in die oond beland. Ja, want soos oma nou gepraat het, so het ek alles afgeskryf. En ek dink sy het nie verstaan, of die tante het nie verstaan, dat is grondstof nie. Hulle het sê gedink, dis die boek. En dan, die hele ding en dan sê dit nou, girlie, maar, nou, this isn't for the book, girlie. Kijk, oma dikwels Engels, want sy ons maar Skots van afkomst, hè? Ja, girlie, this is not for the book. Dan het nou dit alles ook geskrywe, hè? Ja. En dan skryf ek nou my so familieskandaalkie. Oh. En dit wat nou nie goed gewees nie, want oma was so'n soort van een icoon. Ja, en die volksmoeder. Ja. En dit was nou nie lekker vir die tantes of vir haar of vir iemand nie. En daar was my hele jaar se werk toe weg. Ja. Dit was later, ek dink was van hulle baie spyt daaroor geweest. Ja. Maar dit was nie net wat ouma gesê het nie. Dit was ook al die trommels vol briewe onder in die keller. Ja. Daai tyd het ons toe al Duits geleer op skool, jy weet, en ek het Frans geleer vir myself en so aan. Toe kon ek nou al daai briewe van Europa, kon ek toe nou ook dele uittreksels uitmaak. Yes. En dit was 'n groot werk geweest. Jy het dit nooit weer probeer skryf nie, het jy? Ek dink nie hulle sou my naby hou laat kom het of my vertrou het met my potlood in my hand nie. Nee. Jou pa was onder andere oogarts vir die koninklike familie in Engeland. Nee, weet jy wat daar gebeur het? Hy het gestudeer in Edinburgh. Daar was toe nie die studeerkans hier geweest vir oogartse nie. En die meeste van hulle het gegaan na Edinburgh toe. En toe hy nou daar was,
Ik weet niet hoe ver het hij gestudeerd of wat het hij al gedoen heeft. Maar toen hij hem laat af, amper zeg afvlieg. Afkom, ja. Afkom naar Londen toe. Want hulle moest op die, ik denk dat die koningin of die koningse oom of zo'n ding, moest hulle opereren, sies toch, ik ben zo'n persoon, moest hulle opereren, nee. En toen hulle nou die jong Jacobus de twee laat afkom, want hij het talent van die hand gehad en talent van die kop, zeker. Ja. En jij is toen met een Ferreira getrouwde, jong vernoot van jouw pa? Hulle was toen vernoot geweest, ja. Mijn pa, denk ik, was een van zijn lectoren geweest, want papa had het klas gegeven in oogkunde of oogartsenij, je weet, ja. Aan die, voor die 15 jaar. En toen het hulle bevriend geraakt en hulle het baie van hem gehou, hy was een eerste klas mens geweest. Ja. En dit was voor die familie een groot aanwinst. Ongelukkig was ik toen nog een beetje te, hoe zal ik mee zeggen, nog zo in die dop, nee, ik nog niet uitgekomen. Nee. Oh, ja. Ik heb nog niet plant geworden, nee, ik was nog zaad. Ja. Je weet, en een zaad is een dom ding. Hij is zoals een mol, hij is onder de grond. Ik heb niet eigenlijk geweten wat aangaan daar, zielkundig of op enige andere manier. Nee. En ik denk, dat was een jammerte, want hij was echt een eerste klas mens. Ja. Maar jullie zijn gesky later, nee. Hij baie gauw. Hij toen gezien, daar lees er geen bloed hier rond, wat hij nou niet aan, hij denk, van zijn leven lang om hem wil heen. Ja. Nerina, na jou huwelijk, is jy toe Brittanje toe, waar jy voetheelkundige geworden het. Ja, dit is so, dit is so. Dit kon jy toe ook nie hier studeer nie, nee. Dat jy moet wees bij die London Foot Hospital of een van daar die soort van plekken. En toen ik zo toe gegaan, want ik het toevallig, nou ik mijn tikken snel gedoen het, het ik toe gaan werk bij een, hoe zal ik zeggen, een voetheelkundige praktijk. Oh yes. In die Kaap, ja. Dr. Scholes was zijn naam geweest. En toen heeft mij begin opleiden, toen die oorlog oor is, toen zei hij mij, jij moet Londen toe, jij moet definitief een certificaat krijgen voor die ding. En toen ik gegaan naar die London Foot Hospital. Het so, was heel toevallig, is niet alsof je ding oor voeten hebt. Nee, nee, oor vaderland, nee. Nee. Dus ik denk, mensen, het baie minder een ding oor voeten als je moet hulle werk van die oogpunt af. En Rita, toen je in Londen was, het jy die groot liefde van je leven ontmoet. Is dit? Dit was een cockney. Hij was nog in uniform geweest, die oorlog was nou net oor in die westen, nog niet in die oosten nie. Nee. Ja, wat was zijn naam? Zijn naam was geweest Charles Frederick Kirby en hij was a flight lieutenant. En hij was geëerd met allerhande medailles en allemaal het voor hem gesalueerd en die straat was heerlijk om langs hem te lopen. Ja, ja, dat was zulke dapperheidsmedailles, ja. Je weet. In ieder geval, en die ding het zo gekomen. Ik het een beetje later aangekomen en toen die zomervakantie het gauw op mij toegezakt. En ik was een beetje knap van geld. En toen ik aangesluit bij een soort van een, nou ja, dat was vrijwilligers wat op je land gaan werken om je oes in te brengen. Nee? Ja. En Lend a Hand on the Land was die naam daarvan geweest. Ja. En die eerste zondag te gaan zwemmen, ik nou, dat was nou bij Cambridge en Oxford in die River Ooze. En die River Ooze was baie mooi, want daar was waterlilies op en sulke wilgebome. En toen gaan zwem ik daar in en ik het zo'n mooi handdoek gehad met sulke see dieren daarop. Sulke see perkies, ja, ja. En toen ik uitkom, toen sit daar een man op. Toen zei ik van, I'm sorry, but that's, you know, I'm sorry, that's my towel. Toen zei, yes, that's why I'm sitting on it. Oh. Dat was nou toe die... Een hofmakerij. Ja, maar die vlieënier. En toen zit hij nou daar en dat is nou waar het begin het. My wel, ja. Wat het u van Charles gehoord later? Ach, hij is oorlede, maar dit was... Kijk, ons was toen 23 jaar oud geweest en hij is oorlede toen ons 68 was. My wel. Ja, dit was een lang vriendschap geweest. Een lang vriendschap, ja. Eindelijk zo'n rots van Gibraltar in mijn leven. Ja. Ja, dit was wonderlijk. Hoe het jij betrokken geraakt bij die toneel? Eindelijk... dit was eigenlijk uit de leerstelling en woede en beschamende ondervindings wat mij daarin gedreven heeft. Ik heb een minnaar gehad, een gantang, een soort van een vriend. Ja, een kerel, was gezegd daar. Een kerel, ja. En hij had geboer en hij was een baie aantrekkelijke man geweest, iets wat jonger als ik. En ik heb daar altijd voetheelkunde gedaan. Ik heb school gehouden, voetheelkunde in die middag. En dan ga ik nou elke woensdag naar die oude thuis. Toen dan doe ik daar baie goedkoop werkjes om vir hulle te helpen. Mm-hmm.
En die ene was nogal ver uit geweest en ek het nie motor gehad nie. En toen ik met mijn zware zak nou in die Kaap gekomen, vol teleurstellings, want hij had mij niet gebeld nie, en hij had gezegd, hij was op een plaats, hij was een boerenkind. Ja. En toen ik van woede gedink, nou gaan daar iets met mij gebeuren, dan gaan jy baie jammer wees. En toen ik van die bus afgeklim en toen ik bij die Govermintslaan opgeloop naar Oranjezicht, toe waar mijn ouders gewoond het, recht boven Oranjezicht. En toen ik in die Govermintslaan voorbij die Universiteit van Kaapstadse gebouwen kom, toen zie ik daar ze licht in de Egyptian Room. Toen dacht ik, wonder wat daar aan gaan. En toen stap ik in en gaan loer. En toen ik mijn neus insteek, toen dacht ik, ek het kom lees, dit was toen een spellezing van die KAT, KAT, die Kaapse Afrikaanse Toneelvereniging. En toen vat ik maar mijn dingetje en ik ga lees om toe. Jy het een absolute ingebouwde tijdsberekening voor komedie. Waar komt dit vandaan? Denk jy, dit is net natuurlijk? Weet jy, het is eindelijk hoe ek in Kruik beland het. Want kyk, ek het nie die opleiding gehad wat hulle gesoek het nie. Ek het net die amateur, my eie amateuropleiding gehad. Ek het al die ondervinding gehad. En ek het daai tyd baie uitsaaiwerk gedoen. En ek het 'n ding geskryf ook nog, die ding se naam is Kaapse Kapriole. En dat ek het dan die hoofrol vir myself natuurlik geskryf, met al die lekker lachdinge wat ons vir mekaar gesê het. En toe was daar streng regisseuse gewees, wat haar spannetjie gevat het, om te gaan kyk wat ons doen op daai verhoog. Dis nou in die nuwe ding in Seep en die grootte wat hulle daai het gebou het in die 50er jare, nee. Toe moes hulle gaan kyk wat daar aangaan en toe sê een van my jare daarna, weet jy wat sy vir ons gesê het? Julle moet gaan kyk. Ek wil hê julle moet Ferreira se tydsberekening sien. Radio timing. Ja. Ek weet nou nog nie wat is radio timing nie. Ek dink baie mense het 'n talent om blomme te rangskik. En partij mense weet van radio timing achter in hulle koppe. Maar wat dit is, kan ek jou nie sê nie. En dit is dan een soe ding bestaan wel. Dit is so van dit van jy. Moet ek bel? Ja, mag dag natuurlijk moet jy bel. Jy doen ons al die belwerk altijd. Ja, vat. Wat doen ek nou? Man, kijk daar, kreeg moest nou sien, wacht vir die toon. Huh? Daar is hier toon nie, het poep nie. Katharina, ek het Katharina gespeel in die vasvat van een feest. En dit is een stuk wat jij vertaal het, en briljant vertaal het. Ek het nog nooit so lekker, iemand het uitdag my gevra, wat is die lekkerste rol wat ek nog gespeel het? Toe sê ek, het was Katharina, was wat van een feest. Dit was een wonderlijke vertaling. En ek moet sonder skroom sê, dat daar baie mense sê, dat jy is loshande die beste vertaler wat hierdie land nog ooit gesien het. Waar het dit begin? Waar gaan ek nou kyk van die skaamtes? Daar sê, jy hoef die skaamte wees en jy kan trots wees. Wel, ek sal jou sê wat, Ek wou dit nie doen nie, want jy weet, die hoge bome vang die meeste wind. En Shakespeare is een hoge bome, sê ek daar en klim, dan waai ek daar af, nee. En toe het ek lang nie gesê, en toe na omtrent 6 maande, die dame wat het vir my aangebied het, my toe omgepraat. En toe het ek rondgehardloop in 'n verskrikking in die Kaap. En ek het al die boeken gekoop van Timing of the Shrew. Was pas wat van die feest en toe ek gekoop, alles wat ek in die handen kon kry. Maar in ieder geval, ek het toe geblei by die Afrikaanse krachtige woorde, wat, nou nie lelike woorde nie, maar woorde moet... Ja, wat die ding kan sê. Ja, wat die ding kan sê. En dan is dit een voordeel, want die bele gehoor weet al die woorde, hulle ken al die woorde, hulle weet wat dit beteken. En dan kan hulle dit beter volg, as die gewone Engelsman vir Shakespeare kan volg. Ek weet, is toch al een moeilike vraag om te beantwoord, want het is altijd vir my moeilik, behalwe nou dat ek gesê het, dat Katharina was my seker die lekkerste rol, en lekker speel, jy weet wat ek gedoen het. Wat is jou lekkerste rol? Jene man, ek het nooit hoofrolle gespeel nie. Ek was 45 toe ek professioneel geword het, nie. En ek het ook nie eindelijk die vorm gehad van gezicht en van lichaam, vir sulke soort van romantiese hoofrolle nie, nee. Dit was een baie nuttige vorm gewees op die verhoog, want dit was so half kameelpertachtig. Met nou heupies en dan een breë en een langerige nek, jy weet, en een lang gezichtie en dan so en so en so.
En als ik met Fitz Molly gespeeld heb, dan heeft het baie goed gewerkt. Want hij is nu weer een beetje dikker en korter. Ja. Ja. En ik heb met hem gespeeld in die Franse ding van Feide, Hondse Gedachte. Hondse Gedachte, ja. Ja, dat was voor mij een lekker rol geweest. Ja. Herinner die beroemde dag van Darrels op die haven en die leven daar in die nachtclubs. Dat was moest baie jou soort van plek geweest om te kijken. Dit was baie vrolijke dag. Je ziet die ons toen spelen ons al in Nieke Melang. Ik moet voor jou zeggen, toen ons in die Hofmeyr Theater gespeeld het, was het ook niet te ver van mij om olie af te halen naar die nachtclub. Ja, toe, ja. Die ding is, als je van die verhoog afkomt, dan is daar een zekere gespannenheid in jou. En om dan naar een leeuw woonstel te gaan, ja, is niet lekker, nee. dit is nou niet waar je die beste kan ontspannen. En dan daar altijd een oorlogsskip geleef van 9 maanden. Nou ja, dan heb die kinders natuurlijk ook nachtclub toe gekomen, dus heb je daar ook jouw vrienden gemaakt. En dit was baie vrolijke dingen. Want als het nou zo'n naweek is, dan kom daar nou deftige mensen ook in. Oh ja. Of in die week ook, je weet. Die hartspandokters heb je daar gezien en jij telt. Engelse mensen gezien met lang wit handschoenen en lang wit rokken, de handbal was dan oor, dan kom je handbal. Dan zei die meisjes, oeh, the foreigners are here again. Ja, dit was een soort van een, soos een Engelse club, je het behoort. Ja, je daar behoort, ja. Nerina, jij vertaal uit tenminste 12 talen. Dat is een moontlikheid. Ik heb nog net uit 8 vertaal. Oh. Want mens vertaal niet eindelijk uit Esperanto nie. Je vertaalt in Esperanto, nie. Ja. En nou ja, Afrikaans ook niet. En dan is er iets soos Vlaams. Er was baie genoeg mensen wat kan uit Vlaams vertaal. Nou, hoe het jy so baie talen geleerd? Dit is ongelooflijk. Mijn ma het dit gedoen ook. En ik het gedink, dit is een normale toedrag van sake dat ouer mensen ken talen. Ja. Kijk, toen hulle in Zwitserland was na die boerenoorlog, toen hadden allemaal Duits en Frans gepraat, die ooms en tantes, nee? Ja. En toen een tante toe ons begin leer, en toen ik nou een beetje groter word, toen ik begin speel met Franse boeken, wat mijn ma baie van gehad het, en toen ik me zo gevroedel in die goed in. Ja. En toen het mij geïnteresseerd, toen wordt het later amper een lus om een nieuwe taal te veroveren. Ja, maar je weet, het klinkt indrukwekkend. Je zegt nou, ja, dat is Frans en dat is Italiaans en dat is Portugees en dat is woeps. Oepsie, wauw. Een Spaans. Maar dat is maar eindelijk een taal familie daar. Ja. Net zoals Zweeds en Noors en Deens en Germaans, die Germaanse talen. Dus eindelijk is het maar 2 families. Nerina, ik wil nou vir jou vraag, dis daar iets wat in die koerante was, en dis ook om ek nou weer daarvan, toe jou mamie dood is, toe was daar een vreselijke groot boedel wat achterna gelaat is, so ek neem aan, jy is een redelijke welgestelde vrou teen die tyd. Ja, wat maak jy met al jou geld? Dit het een bietjie baie laat in my leven gekom. Ek kan eindelijk sê, die theater het laat gekom, want soos ek sê, ek was 45. Nou, toe dit nou met my gebeur het, toe was ek al 75, dis een bietjie laat, jy weet. En dis een bietjie laat om jou gewoontes af te leren. En ik was altijd vreselijk voorzichtig met mijn geldjes geweest. Ja. Mens moes onderwijzen of actrice en die verdienen nou niet zo vreselijk baie nie. Nie. En die vertaling was niet iets wat je weg en rijk maakt. Nie. Dus ik heb niks dan meer gedaan, nie, buiten wat jij nou gezien hebt. Ik heb een baie goede ding gedaan. Die werk te geven van mensen wat het nodig gehad het. Ja. En daardoor mijn eigen leven vreselijk lekker te maken. Dit is my groot weelde in die leven nou. Daar is geselskap en er is vrolijke mensen. Ja. En ons het een baie lelijke gewoonte, weet jij. Dit sal nou lelijk klink in die omstandighede van die feit dat ik nou wel gesteld is. Ons kan een vullisblik niet alleen laten. Ons kijkt altijd wat gooi die mensen weg. Ja. En jij gaat jou verbaas wat hulle weggooi. Weet je die laatste ding wat is opgeteld? Het was een guillotine. Nou niet een valbijl nie. Die valbijl wil gebruik om pampieren te snijden. En ik is een man wat baie papieren heeft en baie van hulle moet gesny word om in sekere dinge in te pas. En dit is wonderlik. En dan, as ons nou so 'n ding ontdek, dan word hy nou ontroes en hy word behandel tot hy splinternuut is. En dan gebruik jy hom weer. Alla wêreld. Ja, ek het gesien, ja. Ek was mooi wit baadjies aangehaad wat ook soort van gerecycled is. Die wit baadjies het gekom van my buurman bo, wat gewerk het as 'n chef, die een van hulle. En hulle was baie bevlek.
Dit vir ons baie, baie moeite gekos om hulle wit te kry. En toe was die oranje knoopjes opgewerkt. Dit lyk mooi. Ons speel eindelijk, ja, nee? Ja, ja. Het is een fantasiewereld wat julle vir jou is. Ja, en ek het 'n tamelike tuin achter, kruiertuine en goed. Ons kry genoeg dinge om te speel mee elke dag. Ja. Om iets te onthou. Nerina, cheers. Jy het ook klein glaasje. Ja, is heerlijk. Gezondheid, jy is jonger as ek. Baie, dankie hoor, een heerlijke dag saam. Ek het ook dit net so baie geniet. Baie dankie. Lekker gesels. Lekker. Thank you.